Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Quinn en vandaag is een van de belangrijkste dagen uit mijn leven. Het is vandaag namelijk tijd voor mijn examenuitslag. En ja, dat is een spannend moment. Een heel spannend moment. Het is best wel belangrijk voor je toekomst natuurlijk. En wat je hierna allemaal gaat doen, dat soort dingen. Het is vandaag woensdag 12 juni. En vandaag hoort iedereen in heel Nederland of hij of zij is geslaagd voor het eindexamen. Ik heb dit jaar HAVO gedaan. En ik was eigenlijk niet erg zenuwachtig. De hele tijd niet. Ik heb echt nergens last van gehad. En toen het uiteindelijk de dag zelf was, ook nog niet heel erg. Ik heb namelijk samen met Isa nog een beetje geleerd. En totdat we eigenlijk beneden gingen zitten. Dit was rond een uur of één. En ja, toen begon de spanning wel echt in te slaan. Zo neer voor de gasdruk. Ja. Nee, dan wordt ze echt wel gasdruk. En dat ze dan hard afvallen. Ik zou het type in één keer gebeld, bal rood druk, per ongeluk. Ik hoop dat je telefoon nog altijd even vast. Heb ik nog kwartier? Oh, leuk! Gasten, hè? Zij nog 14 minuten, toen was het nog 16 en nu is het nog 15. Maar mijn camera kan maar 20 minuten opnemen. Ik mag toch hopen dat ze nu binnen 20 minuten wel een keer heeft gebeld, toch? En het duurde maar en het duurde maar. En voor mijn gevoel duurde het heel erg lang. Omdat ik met mijn mentor als allereerst had afgesproken dat ze mij rond 2:45 zou bellen. En dat is eigenlijk redelijk normaal op mijn school. Eigenlijk pas vanaf 3:00. Maar zij zei rond 2:45 ben ik ongeveer klaar met de gezakte. En daarna ga ik gewoon door met de geslaagde. Maar normaal wacht je tot 3:00 en dan bel je pas de geslaagde. Maar zij zei dus eerst 2:45. Uiteindelijk zei ze... Nee, het wordt waarschijnlijk toch 2:00. Nou, nee. Dat was uiteindelijk niet het geval. Toen appte ze me in de ochtend. Het wordt later. En ja, toen ze dat stuurde, toen wist ik wel een beetje dat het even ging duren. Maar, ja, wat doe je dan de hele dag? Kijk, het is niet zo dat je even weggaat, even wat dingen gaat doen of zo. Nee, je zit echt gewoon de hele dag te wachten. Uiteindelijk loopt de tijd steeds verder, natuurlijk, dat soort dingen. En mijn vrienden die stuurden me ook de hele tijd appjes dat ze in de stress waren eigenlijk en ze het echt niet wisten en ze waren best wel bang. En toen begonnen mijn zenuwen ook steeds meer te komen en te komen. En we probeerden ook nog tegelijk te leren met Isa, dat lukte helemaal niet. Mijn moeder probeerde een mailtje te sturen, dat lukte ook niet. We zaten echt met z'n allen in spanning te wachten. Nou, en uiteindelijk gebeurde er dit. Oh, ja, holy, holy. Oh, ja, holy, holy. Hallo? Nathalie? Hallo? Nee! Ik ben er... Oh, ja, hier. Hallo, met Quinn? Hi, Quinn. Ik ben Nathalie, spreek je. Hallo. Hallo, hoi. Je bent geslaagd! Ja! Ja, holy! Geïnspireerd! Holy! Heel erg trots op je! Ja. Oh, dankjewel! Holy! Ja! Ja! Heb je al een cijfer? Ja, ik heb een cijfer! Oh! Oh, ik trill. Kun je het dan wel? Ja, is goed. Je hebt echt... Nou, ik ben wel een beetje teleurgesteld. Want je hebt wel echt serieus in Nederland zo slecht gedaan. Echt? Serieus? Een 4,1! Echt? Zo slecht? Holy, ja. Oh, dat ging eigenlijk best goed. Je had 1,5 voor Nederlands, je had een 6 voor Engels, je had een 6 voor geschiedenis, dit zijn eindcijfers hè. 6 voor geschiedenis, 6 voor wiskunde, 6 voor eco, 6 voor MNO, 6 voor AK en maatschappijer CKV, dat wist je al. Ja. Dus dat was 6 voor vuur. Je kan het feest gaan vieren man. Oh ja. Nou, dankjewel. Super. Ga lekker de bubbels open. En we spreken elkaar vast heel snel. En 4:00 vandaag kan je je cijfers ophalen op school. Oké. Dus dat is ook nog even wat. Eerst goed, dankjewel. Ja, yes, hartstikke goed. Veel plezier. Doei! Oké, veel plezier. Dankjewel. Happy. Oké, die gaan we aan de kant zeggen.
En dat betekent dus dat ik mijn diploma heb gehaald. Mijn HAVO-diploma is gewoon binnen en daar ben ik zo ontzettend blij mee. Echt niet normaal. Het is namelijk zo dat, ja, het is iets wat je doet en wat iedereen eigenlijk probeert te doen. Een diploma halen. Maar ik ben er zo blij mee gewoon dat ik er vanaf ben. En je ziet mij echt zoals een zeehond klappen zo. Hey! Want ik was gewoon echt ontzettend blij. Ik, ja, een beetje eigenlijk, hè? Oké. Okay. Nou, toen moest natuurlijk de vlag uitgehangen worden. Een mooi hoedje. Wacht even, wacht. Wil je even telefoon halen binnen? Want als die zo daar hangt, kan je geen foto meer met dat ding maken. En moet wel je geslaagd foto. Hou het vanzelf vast. Holy. Het is gewoon gelukt. Ziek, hè? Holy. Het duurde wel echt lang, hoor. Ik moest echt lang wachten voor mijn gevoel. Maar ja, het was het wachten waard, want het is gelukt. Gelukkig. Nu hopen dat mijn matties ook zijn geslaagd allemaal. Ja, kikker leggen. Ja, nadat ik dit heb gedaan, ben ik naar school gegaan voor mijn cijferlijst, waar ik zo meteen op terugkom. Maar als allereerst ging ik uit eten met mijn familie, om het te vieren natuurlijk. Want ja, wat een feestje is dit. Hoppa. Alsjeblieft. Dankjewel. En we hebben hier ook nog nachos, heel veel lekkers. Ja, iedereen moet nog friet, behalve wij. Lekker niet? Behalve de burgers. En appelmoes. En appelmoes. En appelmoes. Ook appelmoes. Appelmoes bij friet is zo lekker, ongekend. Appelmoes en appelkompot. Appelkompot, heb geen keus. Ik ook, want er zitten stukjes ook en zo. Ja, er zitten stukjes in. Ik moest een keer heel hard huilen, want mama had appelmoes met stukjes gekocht. En dan vond, weet je dat nog? Dat kan ook. Ja, dat heet kompot. Ja, dat weet ik. Hé, maar... Oh. Ik heb ook thuis niet lekker. Appelmoes met stukjes niet lekker. Ja, we hadden het over voeten. Ik kan gewoon niks meer anders kiezen hier dan deze burger. Ik neem echt altijd deze burger. Echt shit, man. Ja. Maar is lekker. Is met zo stukjes. Lekker. Ongekend. En daar is de appelmoes. Met stukjes. Alsjeblieft, tuurlijk. Wees smakelijk eten. Dankjewel. Zo, dat zag er lekker uit volgens mij. Maar nu ben ik dan hier met mijn cijferlijst. En ik ga het even met jullie doornemen. Kijk, dit is hem. Hey. Ik weet niet of jullie het... Ja, jullie zien waarschijnlijk helemaal niks, maar maakt ook niet uit. En dan beginnen we met de allerslechtste. En dat is voor Nederlands. En dat is een 4,1. Dat is niet best. Een 4,1 is echt heel slecht. Bij een 5,5 heb je een voldoende. Dus ja, dat is niet zo heel goed. Maar ik ga deze herkansen. Ik dacht, dit is een vak waar je niet zo erg voor hoeft te leren of zo. Dus laat ik het maar gewoon doen. Ik ga deze herkansen. En dat is precies wat ik volgende week maandag mag gaan doen. Aankomende maandag eigenlijk. Dan mijn tweede cijfer. Deze is voor Engels. Dat is een 5,4. Dat is net geen voldoende, maar daar ben ik zo ontzettend blij mee. Ik had echt verwacht dat die zo slecht ging. En Isa stuurde me na dat examen ook een filmpje van iets op Instagram. En daar stond in dat het over pandapoep ging of zo. Ik had geen idee. Ik wist niet eens dat het over pandapoep ging. Dus ja, je snapt hoe de situatie van mijn Engelstoets was. Dan komt het volgende cijfer. Hier ben ik, eigenlijk de cijfers die nu komen, ben ik redelijk tevreden mee. Behalve met eentje, die had wel iets hoger gekund, maar ik ben het wel gewend bij dat vak. Als allereerst geschiedenis een 6,6. Wiskunde, ik heb wiskunde A gedaan, een 6,4. Economie een 5,7. Management en organisatie een 6,3. Nu hoopte ik dat eco hoger zou zijn. Maar ja, ik heb echt iets met eco. Ik snap het allemaal. Ik vind het leuk. Ik ben er best goed in. Maar ik hou altijd een 5,6. En in dit geval een 5,7. Dit waren dan een beetje mijn cijfers. En nu dan even mijn eindcijfers. Dus wat ik uiteindelijk op mijn lijst krijg. Dat is voor Nederlands nu een 5. Nou, ik hoop dat dat een 6 of een 7 kan worden. Voor Engels is dat een 6. Voor de rekentoets is dat een 6. Voor geschiedenis een 6. Wiskunde een 6. Economie een 6. Management en organisatie een 6. Aardrijkskunde een 6. Ja, dus ik sta lekker in ruime 6. Nou, gemiddeld heb ik een 6 in totaal ongeveer. Dus ja, dat komt wel redelijk overheen met mijn cijfers. Want het grootste deel bestaat uit gemiddeld een 6. En... ik zit wel steeds op het randje bij sommige vakken van 6 naar 7. Hè? Dus ja, dat is op zich wel jammer. Maar ja, aan de andere kant, ik heb het gehaald, dus wat ga ik nog zeuren? Nu wilde ik verder ook nog even vertellen wat ik volgend jaar ga doen. En ik ga samen met mijn, eigenlijk ongeveer mijn beste vriend, Roefat, ga ik commerciële economie in Utrecht doen, het HBO. En ja, ik vind het superleuk. Roefat is geslaagd. Gefeliciteerd, bro. Super chill. Want nu kunnen we gewoon samen aan een opleiding starten. En ik heb daar ontzettend veel zin in. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik kan zo lachen met die gast, dus ik ben heel erg benieuwd.
dat gaat wel een gek avontuur worden, denk ik. Ja, en dat is een beetje mijn plan voor volgend jaar. Verder probeer ik natuurlijk deze vakantie die ik nog ga hebben veel te uploaden, veel video's te maken. En ik weet echt niet hoe dat volgend jaar gaat zijn. Maar ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor alle steun de afgelopen tijd. Gewoon überhaupt. Ja, we hebben het gewoon met z'n allen gedaan. Verder, dat diplomaatje is nu binnen, eindelijk. En ik hoop dat jullie dat ook allemaal gaan halen over een paar jaar of volgend jaar al of dit jaar al, wie weet. Verder wil ik ook nog Examenoverzicht heel erg bedanken. Zij hebben me namelijk samenvattingen opgestuurd. Ik heb een hele leuke samenwerking met ze gehad. En ja, die hebben me echt geholpen gewoon om dit jaar te halen. Dus dat is echt mooi. Bedankt voor het kijken. Ik check jullie de volgende keer weer. Laat een blauw duimpje omhoog. Abonneer beneden. En tot de volgende keer. Later.